wat vragen. Vindt u ook dat de Nederlandse taal verloedert? Nederlandse taal verloedert? Nou, dat moet u uitgerekend aan een ex-leraar vragen, hè? Mevrouw, mijn collega in Nederlands zijn al blij als de leerlingen 5 minuten in de Donald Duck kijken. Hè? Hè? Hebt u wel eens een gesprek beluisterd van een paar adolescenten vandaag de dag? Dat is van, toen kreeg hij pow en toen wow en gruw en pieuw, wieuw, wieuw en tadadadad. Hè? Dat is de taal van het beeldscherm, mevrouw. Dat wordt door onze regering met miljoenen gestimuleerd door alle klaslokalen met computers vol te stouwen. Hè? En als er gelezen wordt, dan is het cowboy griezel of science fiction rommel. Bent u de laatste tijd nog wel eens in een openbare bibliotheek geweest? Nee? Nou, dan moet u daar eens gaan kijken. Dan denk je toch dat je daar het betere boek kan vinden, hè? Dan denk je toch dat er nog enigszins wordt voorgeselecteerd. Dan moet u eens kijken. Op de ruggen van de boeken, daar wordt met beeldsymbolen het genre van het boek aangegeven. Nou, het stikt in onze bibliotheken van de kasteeltjes, van de revolvertjes en van de doodshoofdjes. Want dat wordt er gelezen. Mevrouw, in mijn tijd lazen we niet alleen meer, maar we deden dat zo grondig dat we hele stukken taal uit ons hoofd kenden. Hè? En op gezellige bijeenkomsten, op verjaardagen, op klasseavonden, dan huurden wij niet zomaar een paar enge videofilms, maar dan zaten wij in een kring bijeen en dan deden wij om beurten een voordracht. Hè? Wie van de dames van mijn generatie kent niet een gedicht van Annie M.G. Schmid uit het fluitketeltje? Hè? En wie van de heren kan er geen kronkel van Simon Carmichelt uit het hoofd opzeggen? Hè? En zo ging je om met de taal, zo maakte je dat eigen. Hè? Dat zat in je bloed, zo'n stuk Nederlandse taal. Dat droeg je altijd bij je, had je altijd paraat. Mevrouw, in 1951 kende ik 50 kronkels uit het hoofd. En ik maak me sterk dat ik nu, 33 jaar later, nog zo een kronkel kan opdreunen. 1951, louter leugens. Om zijn voordrachtsavond te kunnen houden, had de declamator een gros houten vouwstoeltjes gehuurd die een kwartier voor aanvang als een kudde eigenzinnige bokjes bijeengedreven stonden. Dat ze hard zaten, vond ik niet zo erg. Kunst eist nu eenmaal een worsteling des geestes en dan mag het lichaam niet achterblijven. Veel dieper groef het bezwaar tegen de kwaliteit van de stoelen. Ik voor mij zakte er tenminste onmiddellijk doorheen en behaalde tussen de brokstukken op de vloer gezeten het gemakkelijkste succes van mijn leven, want iedereen brulde van het lachen eer ik een mond had opengedaan. De 10 minuten die ons toen nog scheiden van de aanvang der voorstelling waren niet zonder spanning, want ieder argeloos binnentredende bezoeker kon immers het volgende slachtoffer zijn. Nog twee personen van uiteenlopende zwaarte zagen wij ter aarde tuimelen, maar toen was het dan ook 8 uur en scheurde het doek van één. Dames en heren, ik ga u zeggen, enige fragmenten uit de ideeën van Multatuli. De voordrachtskunstenaar hief plechtig aan en kreeg de belangstelling van de zaal net beet toen de deur naast het podium openging voor een late bezoeker. Het bleek de dikste man te zijn die ik in mijn kleurig leven ooit heb gezien en hij bewoog zich langs het toneel naar het middenpad volgens het systeem waarmee bij verhuizingen staande klokken worden voortgekanteld. Die gaat door de stoel, dacht iedereen. Het scheen een zekerheid. Wie nooit gevallen is, heeft geen besef wat er voor nodig is om vast te staan, declameerde de kunstenaar met toepasselijkheid. Maar ook hij had er zijn kop niet bij, dat zag je aan zijn ogen, die vol doodsangst de argeloos voortvoegende golem volgden. Dat deed trouwens iedereen. En toen de man eindelijk vlak naast mij zijn verzamelde gestalte op een stoeltje nederliet, was de stilte zo diep en volstrekt dat ook de declamator even de ogen sloot als voor een helsvisioen. Maar er gebeurde niets. De stoel kreunde wel een beetje, maar bleef met onbegrijpelijk heroïsme op de been. Een gemompel van bewondering ging door de rijen. En ook de stem van de declamator klonk opgewekt toen hij vervolgde. Men vindt dit gebrek dikwijls en vooral bij mensen die niet gereisd of weinig beleefd hebben. En de dreiging scheen voorbij. Ik zeg scheen. Want toen wij net opnieuw waren ondergedompeld in Multatuli, liet de dikke man ten tweede male van zich horen. Hij zond namelijk opeens 4 droge, bijzonder gamstorige kuchtjes de wereld in. Gehinderd keek ik hem even van terzijde aan en zag dat zijn enorm bol rond hoofd geheel purper was van een geweldige hoeveelheid in hem opgetaste geluiden die eruit wilden. Ik vreesde dat hij ter plaatse uiteen zo best als de zuster van Prikkenbeen en stond maar vast op om hem de gelegenheid te geven de zaal te ontvluchten, een hint die hij tot mijn persoonlijke verlichting meteen opvolgde. Op het krakendste schoenwerk ooit door enig mens gedragen, begaf hij zich, rommelend van interne ontploffingen, opnieuw door het middenpad langs het toneel naar de uitgang. Met zijn laatste krachten opende hij de deur en liet toen in het gangetje daar vlak achter alle blaffingen en schrapingen die in zijn gigantische borstkas waren opgezameld de vrije loop. Hij had het net zo goed op het toneel kunnen doen, want de hele zaal kromp ineen en begon kribbig te susten. Maar dat hoorde de arme stakker niet en toen er geen enkel kuchje of humpje meer in hem huisde, heeft hij, omdat hij toch eenmaal bezig was, ook nog een paar minuten toeterend staan neusnuiten om vervolgens weer op zijn duivelsgoeisel binnen te treden met de voldane gelaatsuitdrukking van iemand die een kwestie tot ieders genoegen had geregeld. Mag ik nog even passeren? Fluisterde hij mij toe. En toen pas is hij door die stoel gezakt. Goedenavond.